Het C-akkoord. Je zet je derde vinger op de 1, 2, 3, 4, 5e snaar in het derde vakje. Dan je middelvinger op de 4e snaar. Hop. In het tweede vakje. En je wijsvinger op de 2e snaar in het eerste vakje. En dan sla je hem aan vanaf de 5e snaar. C. Probeer niet zo de C te pakken, want dan gaat die bij de wijsvinger dempen. Dus zet je duim echt op de hals van de gitaar. Bij mij zit die ter hoogte van mijn middelvinger. En daarmee duw ik mijn pols naar voren, waardoor ook mijn vingertopjes beter op de snaren liggen.